ben ik weer met mijn koffer. En we zijn nu in Rotterdam-Zuid! En daar staat Jean-Paul Boetius. Hij weet nog niet wat we gaan doen. En weet ook niet wat in deze koffer zit. Ja, ja. Jean-Paul. De man van de onnavolgbare acties. Soms. Hey, nutmeg geven in een wedstrijd is schitterend. Maar het moet vooral zakelijk zijn. Is ook zo. We gaan zo meteen het centrum in en dan is de bedoeling dat je binnen 10 minuten zoveel mogelijk nutmegs geeft. Het maakt niet uit hoe, het maakt niet uit waar. Zoveel mogelijk. Is goed. Maar als jij zo gaat, ja, iedere fijne supporter wil dan met jou op de foto. Dus... Niet pipperlijmen. Doe hem maar aan. Doe niet pipperlijmen, so you can point... Mag jij er eentje uitkiezen? Ja, doe hem maar. Dat is de bad guy. Ik heb er een aantal in de aanbieding. Ik heb Simpsons, ik heb... Macho. Deze is, ik zeg je eerlijk, deze vind ik wel een beetje een luipaard. Zullen we gewoon eerst een paar proberen? Dat ja, toch. Je kan dit niet doen! Je kan dit niet doen! Ik ben een superstar! Ik ben een superstar! See you! Help! Ik probeer één keer deze. Okay, kijk even hoe deze is. Je bent echt verkoper, hè? Ik ben een goede verkoper. Deze is origineel, hè? Je hebt zeker familie op de markt, of zo. Ja, scherp. Hey, maar deze is origineel, hè? Wacht. Bro. Nee, let op. Deze zit lekker. Ik ga je laten zien. Maar hij moet zo. Ja, wacht. Is die echt origineel? Vind je wel. Kijk die mond. Misschien weet je toch, ik heb een beetje lippen toch? Je weet Brown, tu mujhe tabha karna chahte ho? Main tumhe dekh lunga. Wat vind je ervan? Ze zien niet dat ik het ben, hè? Dat niet. Nee, maar dat is ook de bedoeling, hè? Hij wil een bepaalde vorm, hè? Iedereen gek aankijken. Ik ben niet bang of zo. Van welke planeet ben je eigenlijk? Ik. Planeet Pluto. Pluto? Pluto. Iedereen kent het. Maar ik ben van Pluto. Wil je die kant op? Wat doen we? Ja, een klein beetje die kant het beste, hè? Ja. Of nee? Of jij, yo, jij bent de baas. Ik ben de baas. Ben je zeker? Maakt niet uit waar, maakt niet uit hoe. Dat weten we. It's showtime, folks. So say goodnight to the bad guy. 10 minuten. Zoveel mogelijk nutmegs geven. Maakt niet uit waar, maakt niet uit hoe. We gaan beginnen met nutmeg incognito. Go! Oh, mevrouw, oma. Even zoeken. We gaan even zoeken. We gaan een beetje meer naar links. Het wordt iets drukker. Het wordt iets drukker, sorry. Sorry jongen man. Het wordt iets drukker. Hey Pana, doe maar open die beetjes, kom maar. Heerlijk. Hey, nog één. Je mag gaan openen, hoeft niet. Kom, niet bang zijn. Kom, blijf maar lopen. Maar zo. Rustig maar mevrouw, gebeurt niks. Telefoontje kopen of niet? Ja! Hallo? Dit vind ik aardig, boys. Hij zag me niet, maar dat geeft niet. We gaan door. No, dag goed daar. Hou er niet van honden. Is weer jammer. Tjoe. Ja, ik ken deze jongen. Doe je benen maar open, Andrew. Kom maar. Doe je benen open, kill. Oh, fuck, Sammy. Goeie pas. Hou ook van. Nog 2 minuten, bro. Nog 2? Dat moeten nog 4 pannen. Niet bang, man. Je hebt toch sterk.
लेकिन जब तुम हद तक इज्जत का दावा करोगे तो मेरा वकील तुमसे पूछेगा कि कैसी इज्जत, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ऑनर करूंगा। चल बेटी मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ऑनर करूंगा। Hoe vond je het gaan? Stroefjes. Stroefjes? Een beetje angst. Want op het zou het niet hebben, maar ja, de stad is toch wat anders, hè? Normaal zoek je elke verdediger op en nu dacht je van, kalm aan. Ja, je wil de mensen niet laten struikelen, je ziet voornamelijk vrouwtjes lopen. Ja, ik denk dat het wel tijd is voor... De onthulling? Ja. Met zweet en al. Staat hij dan? The one and only. Jean-Paul Bessius. En je had in totaal 11 panna's. 11. Ik bedoel, zijn er toch een paar te weinig? Heb je wel eens 11 panna's in 10 minuten gegeven? Nee. Dat is, aan de ene kant is het een record. Ja. Maar op de straat is dat vrij weinig. Is het je tegengevallen in de zin van het is moeilijker dan je dacht? Of? Nou, het is sowieso moeilijker dan je denkt. 1 op 1 gaat er beter af. Ik denk dat je dat wel hebt gezien. Ja. Maar hey, thanks voor het meedoen. Zeker man, broer. Je weet het. En voor jullie, thanks voor het kijken. Benieuwd wie de volgende keer meedoet. Blijf dan kijken, Toezari TV. En voor nu zeg ik adios, bye bye, amigos. Ciao. wat lauw man, broer. Zeker. Wat te erg. Jij bent een ster en ik heb een sterretje bij me. Op het moment dat ik dit sterretje aansteek, zolang het sterretje brandt, moet jij vertellen wat je van deze persoon vindt. Dit is mijn idool, zeg maar. Nee, ik ga de naam noemen. Als zeer betrouwbare bron weet ik wie jij heel erg goed vindt. Oké, vertel het maar dat moet eerst aan, hè? Ja. Yeah.